Ik stopte laatst veel te veel spaghetti in een klein pannetje. Weet je wat er gebeurde? Het pasta niet! Hallo serpentjes, ik ben Rikus op mijn gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Heart Gold. De eerste aflevering vonden jullie hartstikke leuk, dus we gaan lekker verder met de serie. En trouwens, als jullie de eerste aflevering niet leuk vonden, ging ik ook lekker verder met de serie. We hebben momenteel wat wilde gevechten. Ik wil niet voor ieder gevecht weg gaan rennen, want ja, Rombeton is momenteel level 5. En ik zou het heel leuk vinden als hij aan het einde van deze hele serie niet nog steeds level 5 is, dus... Het wordt misschien niet de meest extreme aflevering, maar ik ga het goed maken. Ik heb namelijk de nieuwe Girls, de zomereditie, met daarin de 13 grootste misverstanden over seks. Kijk, ze hebben het echt helemaal zo in caps lock, zo. Seks. Prachtig. Dus daar gaan we even lekker deze aflevering van genieten. Verder, de vorige aflevering had ik verteld dat deze game nogal vaak crasht. En een aantal Pokémon-liefhebbers hadden mij gewaarschuwd. Rick, weet wel, die crashes gebeuren echt heel, heel vaak. Als in per Pokémon-aflevering zal de game zo'n 2 keer crashen. En dat is gewoon heel irritant. Gelukkig is er een manier om dat op te lossen. Het onderste scherm werkt namelijk wel nog. En daar kun je de game opslaan. Als je dan de game weer normaal opstart via het beginmenu, dan kun je vanaf daar de game gewoon weer laden. Maar er is ook een trucje dat de crashes grotendeels gewoon verwijdert. Voor de mensen die ook deze game op de computer spelen in een DS-emulator, ik zal eventjes in de beschrijving uitleggen hoe je die code in moet vullen. Dit is een soort cheatcode voor de game. Het is eigenlijk geen cheat, het maakt de game niet makkelijker, maar het omzeilt het mechanisme dat voor die crashes zorgt. Dus ik zal het even in de beschrijving zetten. Ik deel deze kennis. Nintendo, please klaag me niet aan. Ik maak reclame voor jullie gekke Pokémon spelletje. Hey! Ik heb echt een hekel aan hoothoots, want ik speel de laatste tijd weer een klein beetje Pokémon Go. En ik zie die hoothoots everywhere I go. In Pokémon Go, Hoothoot is a motherfucker and he has to go. Ik zou even schouw de girls induiken. Willen we eerst de 13 seksmythen of willen we toch gewoon eerst naar de sekstalk met de rare vragen? Ik lees altijd alle seksvragen in het blad en degene die heel raar zijn en het beste antwoord hebben, die markeer ik dan altijd eventjes om te bespreken in de video. Zo heb ik voor deze aflevering onder andere het prachtige emotionele verhaal. Ik lag laatst in mijn bed en toen hoorde ik mijn ouders seksen. Ik vond het heel erg stom om te horen en weet nu niet zo goed of ik het tegen ze moet zeggen de volgende keer. Of dat ze tenminste de volgende keer niet zoveel geluid moeten maken. Dan moet ik zeggen, ik heb zelf het gigantische fortuin gehad nooit mijn ouders te hoeven betrappen op doing the sexy times. Ja, ik ben daar oprecht wel op een bepaald niveau een klein beetje gelukkig mee. Als iemand anders nog een hele erge mijn ouders betrapt met seks en negatieve ervaring heeft, deed hem zeker eventjes. Misschien dat ik klein was, dat ik opeens niet kon slapen en de slaapkamer binnenkwam, maar die herinnering heb ik waarschijnlijk heel erg verdrongen. De girls geeft in ieder geval deze tip. Prima dat je ouders seks hebben, maar daar hoef jij niet mee van te genieten. Nou. Het is inderdaad wel een goed ding dat je ouders seks hebben. Je kan het verhaal ook een beetje omdraaien. In principe moet je ouders ook gewoon een positief seksleven gunnen. Vind ik dan in ieder geval. Je kan best even zeggen van, yo, kunnen jullie misschien iets minder hard seks hebben? Of gewoon, als ik er niet ben, of regel een oppas. Nee, maar je bent 18. Nou en, regel een oppas. Ik wil hier geen deel van zijn. Oh, trouwens, ik had de vorige aflevering nog een aantal semi-negatieve reacties gehad. Een aantal kijkers waren boos dat ik de tekst van de game heel lelijk vertaalde naar het Nederlands, als in de kleine gesprekjes. Van, oh Rick, je denkt toch niet dat we allemaal debielen zijn? Nou, je moest eens weten. Nee, het ding is, ik wil de tekst van de game niet compleet negeren. Niet gewoon ieder stukje dialoog. Laat maar. Er gebeuren best wel wat belangrijke dingen in de gesprekken. Dan weet je nog soort van wat we aan het doen zijn. Dus ik heb twee opties. Of ik vertaal het naar heel crappy Nederlands, wat ik zelf altijd wel grappig vind. Of ik lees het gewoon in het Engels op, in mijn hele matige Engels. Ik weet in ieder geval wel dat we deze kant niet op moeten. En dat er heel veel ratata's zijn hier. Jezus. Doe even niet, jongens. Doe even normaal. Dus, volgende belangrijke vraag. Potlood of borstel? Nou, misschien weet je al waar dit heen gaat. Is het erg als ik bijvoorbeeld de achterkant van een potlood of borstel in mijn vagina doe? Ik vind dat namelijk een lekker gevoel, maar ik ben bang dat het slecht voor me is. Nou kijk, het enige waar ik echt bang voor zou zijn als ik een potlood in mijn lichaam breng, is dat ik per ongeluk een hele mooie tekening maak, die echt gewoon miljoenen waard is, dat ik dan dat stukje lichaamvlees eruit moet snijden en dat dan opgehangen wordt in een kunstgalerij. Voor de rest geeft de girls ook het fantastische antwoord.
eerste wat ze zeggen, het is niet verboden. Dat is inderdaad heel raar als de politie in één keer aan de deur komt. Yo, we hebben een melding gekregen dat er hier een potlood of een borstel in een vagijn is verschenen. We willen graag zo snel mogelijk weten wie het is, zodat wij deze daders zeer effectief kunnen oppakken. Dat zou wat zijn. Ik denk dat we deze kant niet op moeten. Oftewel, we zijn nu overdwaald. Rick, lekker bezig, pik. Ik denk dat we deze kant op moeten dan. Please, zeg maar dat we deze kant op moeten. Ik wil niet nu al verdwaald zijn. Deze game heeft nadelen. Er is daar een weg. Waar een wil is, is een weg. Maar waar een weg is, is ook een weg. We hebben nog een mooi verhaal. Dat heet, wat hebben we er meer allemaal? Schuren. Ah, dol op schuren. Altijd fijn. Die dingen waar je je gereedschap in kan bewaren. De dance moves, waar je met je kleren aan zo wel met je geslachtsdelen over elkaar wrijft. Ja, daar ben ik dan weer minder fan van. Als een jongen en een meisje tegen elkaar aanschuren met elkaars geslachtsdelen, maar wel allebei met hun ondergoed nog aan, kan het meisje dan even goed zwanger worden? Goeie vraag. Er zijn oprecht jeugd die gelooft dat dit een ding is. Ik had ooit gelezen dat er een soort club was van die feesten die ze dan geven voor 14-jarigen. En dat 14-jarige jongens dan meisjes gingen schuren. En dat ze dan een condoom omdeden. Maar dat zou kunnen omdat ze dan het bekende jizz in my pants, dat je dan ondanks het gebrek aan echt seksuele stimulatie, dat er toch gewoon wat mannenpap uit je lichaam komt, dat dan toch even netjes opgevangen wordt. Vind ik netjes, weet je. Je moeder moet toch het onderbroekje weer gaan wassen. Ik vind het erg respectvol. Respect women. Wat is het antwoord eigenlijk? Kan je daar zwanger van worden? Nee, om zwanger te worden moet een jongen echt met zijn penis in jouw vagina gaan. Nou, wie had dat verwacht? Ik blijf geschokt door dit soort prachtige feiten. Dan kan een druppeltje voorvocht inderdaad al voldoende zijn om zwanger te worden. Altijd. Altijd het voorvocht. Altijd. Niet het navocht. Dat woord bestaat niet. Je hebt wel navocht. Je hebt altijd vocht, joh. Jullie weten hoeveel zweet er momenteel op mijn voorhoofd zit. Ik zal trouwens niet alle dialogen van de game vertalen, maar gewoon de belangrijke gesprekjes zoals dit. Je bent een beginnende trainer of niet soms? Ik kan het zien. Dat is oké. Iedereen is een beginner in het begin. Dat is waar. Als je het leuk vindt, kan ik je wat nieuwe dingen leren. Oké dan, volg mij. Ik heb je helemaal niet om gevraagd, maar prima. Kom op, luizak. Oh, het spijt me. Ik was vergeten dat je niet de running shoes draagt. Ik zal zo langzaam als mogelijk gaan, dus probeer me bij te houden. Ik had leuk gewoon als je dan echt in slow motion ging lopen. Dit is een Pokémon Centrum. Ze helen je Pokémon in geen enkele tijd. Je gaat zeker ze heel erg nodig hebben, dus je kan beter wat over ze leren. Toppie advies. Dit is een Pokémarkt waar nu een draaiend bord bij zit. De toekomst is hier. Dit is een Pokémarkt. Ze verkopen Pokéballen voor het vangen van wilde Pokémon en andere handige items. Toppie. Route 30 is deze kant op. Trainers zullen hier met je willen vechten. Als je een klein stukje verder gaat, vind je meneer Pokémon's huis. Hé, daar moesten we heen. Nice. We zijn gewoon onderweg. We zijn super gaande momenteel gewoon. Dit is water. Dat is nat. Dit is de zee. Zoals je kan, zee. Sommige Pokémon kun je alleen vinden in water. Wie had dat verwacht? Ik. Om heel precies te zijn. Hier, het is mijn huis. Voor de moeite van me bijhouden geef ik jou mijn running shoes. Ze zijn nog warm. Gadverdamme gast. Grapje, geen zorgen, ze zijn helemaal nieuw. Rick kreeg de running shoes van de man. Deze man zat gewoon heel erg te wachten om mensen gratis schoenen te geven. Ja, dat is een beetje creepy, maar het is ook wel gewoon heel aardig eigenlijk. Dankjewel, oude man. Dankjewel voor je inzet. Voor de rest heb ik geen verhalen meer aangevinkt als in deze zijn de moeite waard. We hebben pijn aan mijn borsten, verschillende manieren van klaarkomen. Dit is natuurlijk allemaal basic shit. Ik heb hier nog The Girl's Thief. Ik heb het gevoel alsof dit artikel misschien over mij gaat, dus dat maakt het redelijk interessant. Ik woon samen met mijn ouders en mijn grote broer in één huis. Vaak al een week nadat ik mijn girls binnen heb, ben ik die kwijt. En dat gebeurt elke maand. Oh nee. Niemand weet waar ze allemaal gebleven zijn. Maar pas geleden zat ik op het bed van mijn broer een beetje te whatsappen. En toen zag ik opeens een oude girls onder zijn bed uitsteken. Ik keek verder onder het bed en daar lagen al mijn oude girls. En de posters. Nu wil ik graag weten waarom mijn broer dit doet. Volgens mij is hij niet gay. Wat moet ik doen? Hey, niet iedereen die The Girls leest is gay. Het is gewoon een goed blad voor tienermeisjes en de likes. Niet de likes als in de YouTube likes, ik bedoel de en de likes als in het Engelse en soortgelijken. Tienermeisjes en mensen die geen tienermeisjes zijn, maar praktisch wel. Maar oh, het is ook goed voor de daadwerkelijke YouTube likes. Doe een duimpje omhoog. Zijn weer even helemaal lost in translation. We hebben nu in ieder geval de running shoes, dat maakt het spel toch even 10 keer sneller. Laten we even gaan onze eerste pokeballs kopen. Ja, hallo? Oh, hier zou ik staan. Welkom, wat heb je nodig? Pokeballs, alsjeblieft.
Wat is dit voor kutwinkel? Je verkoopt niet eens pokeballs. Wat verkoop je dan wel nog? Jezus, gast. Ik wil gewoon even wat Pokémon vangen. Ik vind het ook gewoon niet leuk om door gras met wilde Pokémon te lopen. Als ik ze sowieso niet kan vangen. Dit doet pijn. Heel veel pijn. Oh, daar is die man weer. Wat leuk. Ik heb het gehaald. Ik ben één ding vergeten te vertellen. Hier is nog een teken van mij. Neem het. The Guide Gant loaded the map card on Ricky's Pokégear. Dankjewel voor de map, man. Als je ergens wezen moet, kijk dan nog eens even goed op de kaart. Veel succes op je reis. Dankjewel, Picky. Ah, dat is fijn. Een Pokémon-avontuur. Die komen we daar tegen. Nog een Hoothoot. Wauw, het is echt. Hoothoot is de nieuwe Rattata en Zubat in één momenteel. Hier hebben we nog een heel sneu verhaal. Het heet Lelijk? Vraagteken. Mijn broer zegt altijd dat ik lelijk ben. Ik vind mezelf ook niet heel mooi. Maar dat hij het altijd zegt, ben ik bang dat ik echt lelijk ben. Ja, dat kan je overkomen. Dat is erg spijtig. Ik heb alleen een spuist op mijn gezicht. Ik ben niet heel erg dun. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet meer zo onzeker ben? Ja, dat is best een moeilijke vraag eigenlijk. Je broer is wel een beetje een lul, maar dat is wel gewoon wat broers doen. Ik noemde mijn broertje, ik had een fase dat ik hem al bosaap noemde. Terwijl, ja, hij vast een paar keer in de spiegel gekeken en naar foto's van bosaap. Dat ik toch dacht van, ben ik een bosaap? Nee Dennis, je bent gewoon Dennis man. Gisteren was ik aan het streamen en toen deed iemand zich voor als mijn broertje. Echt 3 uur 's morgens, opeens een account. Dennis broers. Hey man, ik ben het, je broertje. Toen zei ik, oké Dennis. Gisteren was je hier bij mij omdat je een game op je computer wilde hebben. Welke game was dat? Battlefield 1. Ik zo, nee Dennis, dat was niet Battlefield 1. Maar leuk met je gesproken te hebben. Dan heb ik echt nog een goede 30 minuten gepraat met die gast die zich voordeed als mijn broertje. En het was gewoon een lach om iedere keer vragen te stellen en compleet verkeerde antwoorden te krijgen. En iedere keer snoepte hij een stukje kennis dat hij wel van mijn broertje had erin. Van ja Rick, zullen we naar het zwembad in de buurt zoals we dat al doen? En oh, gaat het goed met onze hond Dex? Zo van, kijk, ik weet wat feitjes over je leven. Dat was lachen. Nep Dennis, ik heb goede lol met je gehad, man. En met een apricorn box. Wat een eikel. Apricorn is een eekhoorn. Een eekhoorn is een eikel. Shit, man. Wat een eikel. Nog steeds wat een eikel. We gaan langzaam richting het huis van meneer Pokémon. Ik wil wel een beetje die hele tutorial bullshit af hebben. Dus laten we even lekker naar meneer Pokémon's huis gaan. Deze aflevering nog. En niet gewoon zeggen, de 15 minuten zit erop. We gaan er even door, team. Misschien kan deze aflevering sowieso beter 20 minuten maken. Maar dat is een discussie voor een andere keer. Of nu, zo'n 20 minuten maken. Oh man, ik haat het begin van deze game nu al. Zo fucking veel. Ratatatata's. Ah ja, daar leer je wel overheen te komen. Oké, dan. Hier is een balletje. Doe alsjeblieft even een keer een pokebal. Geef me gewoon even een pokebal. Ik wil pokebal. Waarom geef je mij niet pokebal? Jammer dit. Oké, allemaal standaard game advies. Helemaal prima. Hier zijn wat mensen aan het battelen. Go ratata. Tackle. Wow. Dit is een groot gevecht. Laat me met rust. Nou. Gaan we deze kant. Gaat het richting meneer Pokémon's huis? Mr. Pokémon's house. Straight ahead. Wel cool als echt specifiek een bordje staat met. Yo, hier woont deze gast. Dat is wel chill. Dat je gewoon zo cool bent. Dat gewoon een specifiek bord alleen voor jouw huis. Dus wil je nog wat horen over die 13 seksmythen? We kunnen even kijken hoor. Het is vast heel indrukwekkend. We hebben ook nog de Hoe relaxed ben jij op vakantie quiz? Misschien ook wat leuks voor mijn video. Er staat zo allemaal van die sterretjes bij. Of zo hekje, apenstaartje, procentteken, n-teken, ster, uitroepteken. Waarschijnlijk staat er iets als... Godverdomme kut, teringzooi. Je bent je favo paar slippers vergeten. Wat doe je? Relax. Ik heb gewoon dingen aan mijn voeten, als het goed is. Ik ben hier blote voeten gekomen. Kom wel goed. En sowieso, ik draag nooit slippers. Want mijn voeten zijn echt super lelijk. Die wil ik niet delen met de wereld. Vraag 2. Na een uur vergeefs wachten bij de bagageband op het vliegveld, blijkt je koffers opeens kwijt te zijn. Hoe reageer je? Zoals Boef reageert. Ik had ooit een vlog van Boef te kijken. En opeens was er in de vlog een soort probleem. Want Boef's koffer was inderdaad dus ook niet goed meegekomen. En het was van, oh jongens, kut man, mijn koffer is niet meegekomen. Wat moet ik nu? En de rest van de vlog hoorde gewoon niks meer over. Gewoon, ah kut, mijn koffer. Ah, boeien. Vind ik een goede houding. En sommige mensen zijn zo aan het stressen op vakantie. Dat ik denk, je hebt toch juist de vakantie voor de lol. Omdat je het chill vindt. Niet omdat je gaat stressen. Maar de antwoorden zijn, je valt woedend uit tegen een grondstewardess. Alsof die er wat aan kan doen. Goed idee. Je baalt als een stekker en hoopt dat het de volgende dag alsnog ergens opduikt. Oh wel, de kleding van je moeder of zus zijn ook hartstikke leuk. Ja hoor. Mag gewoon allemaal vandaag de dag. 2017. Wat is hier allemaal doen? Ik zie professor ook. Mooie man. Dit is wat ik wil dat professor Elm bekijkt. Ik kreeg mysterieus ei. Ik neem hem gewoon lekker mee. Het is mijn ei nu. Ik ga er lekker zelf op zitten.
een vriend van mij uit Ukrutik gaf het aan mij. Ik durfde wel dat je niet nog zo'n ijs zal vinden in Johto. Ik denk dat professor Elm misschien kan vertellen wat het is. Hij is de beste wanneer het komt op onderzoek naar Pokémon evolutie. Dat is een quote van de bekende professor ook. Ga je terug naar professor Elm? Hier, je moet dit, je Pokémon moeten even rusten. Gratis healing! Yes! Oh my god, professor Oak. Papi. En daarmee, ik ben professor Oak, een Pokémon onderzoeker. Dus jij bent Ricky. Ik was net mijn vriend meneer Pokémon aan het bezoeken. Ik hoorde dat jij een klusje aan het doen was voor professor Elm, dus ik wachtte hier. Oh, wat is dit? Een zeldzame Pokémon? Ik zie het. Je bent vast professor Elms onderzoek aan het helpen. Ik denk dat ik begrijp waarom professor Elm je die Pokémon gaf. Je behandelt je Pokémon met liefde en zorg. Zo ziet het eruit. Ik heb echt 3 gevechten gedaan. Goeie shit. Je ziet er als een betrouwbare gast uit. Wil je mij misschien ook even helpen? Zie, het is de laatste versie van de Pokédex. Hij record automatisch data op de Pokémon die je gevangen hebt. Het is een hoge technologie encyclopedie. Dat rijmt. Ik wil graag dat jij hem hebt. Rick kreeg de Pokédex. Yes! Yes! Woo! Zin in. Ik ben te lang gebleven. Ik ga naar Gouden Hengel voor mijn gebruikelijke radioprogramma. Rick, ik heb het gevoel dat jij dat er niet de laatste keer zal elkaar tegenkomen. Laten we van nummer ruilen. Yay, best ook gaan we fixen. Zin in. Volgende belangrijke vraag uit de vakantiequiz. Eerst weer het gesprek afmaken, denk ik. Professor Pokémon vast ook nog wat zeggen. Oh, we mogen weg. Nice. Waarom geeft hij me niet ook even Pokéballs? Ik heb nu de Pokédex. Maar nog steeds vrij weinig kans om Pokémon te vangen. Hallo, Ricky? Ja? Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. 2 keer even taal naar verschrikkelijk. Wat moet ik doen? Het is... Oh, nee. Alsjeblieft, kom hier terug. Klik. Ik hoop dat het Team Rocket is. Team Rocket. Dus, vraag 3 van de belangrijke quiz over vakantiestress. Je hebt een hete boy ontmoet in het hotel, maar er is alleen 1 minpuntje. Hij vertrekt de volgende dag alweer naar Nederland. Wat doe je? Fun fact, daar kom jij ook vandaan. Het is alleen maar beter, joh. Het zou erg zijn. Fun fact, oh nee. Hij is eigenlijk een Spanjool. En fuck Spanjolen. Salsa, salsa. Je bent heel erg teleurgesteld en blijft achter met onwijs veel liters verdriet. Ja. Dat ga ik sowieso doen. Altijd. Als die hete boys wegkomen, dan ben ik altijd verdrietig. Je neemt afscheid en houdt je hele vakantie nog contact met hem. Dat is gewoon, ja, dat kan je doen. Gaat gewoon op zoek naar een andere boy. Ja, dat laatste betekent wel het makkelijkste. En als boys weggaan van vakantie. Als ze zeggen, joh, ik moet naar huis. Dan houden ze niet van je. Girl, je verdient beter dan dat. Tijdens een avond stappen is er geld uit je tasje gestolen. Hoe reageer je? Dat is best afhankelijk van hoeveel geld het is. Ik zag toevallig gisteren op YouTube een video van een YouTuber met hoe ik 25.000 euro kwijtraakte in een paar dagen. Ik denk, kijk, dat is een verhaal dat ik wil horen. En toen zag ik bij aangeraden video's hoe ik ben 20 euro, iemand heeft 20 euro van mij gestolen. Ik denk, 25.000, 20. Het verhaal hoe iemand 20 euro van je heeft gestolen, boeit me vrij weinig. Als het nou 18 euro was en die persoon heette Sharona en het ging om sigaretten, dan was het een ander verhaal geweest. Ik kan trouwens het gevecht beter niet afmaken, want ik zal doodgaan door de poison. Dat teleporteert mij wel gratis terug naar het Pokémon Center. Ik wil niet zeggen dat het de handigste manier is om dit spel te spelen. Maar dit is duidelijk de handigste manier om dit spel te spelen. Take me home to the place I belong. West Virginia. Ik ga hem gewoon doodmaken hoor, Rombeton. Of tenminste, Hoothoot. Ik wil zo graag een Hoothoot vangen. En trainen. En hem liefde en genegenheid geven. En dan ga ik ook niet meer in game over door de poison trouwens. Als deze Hoothoot eventjes gevangen wordt. Tenminste, ik kan natuurlijk hem niet vangen. Ik heb geen pokeballs. Kut. Ik denk, ik vang hem wel eventjes. Ik was al helemaal weggegaan in de niet bestaande droom. Verdorie. Oké, nou maakt die Hoothoot in ieder geval dood. Yes! Overwinning is de mijne. Woe! Ik denk dat we sowieso met deze poison waarschijnlijk niet... Oh, ik heb daar wel nog een healship bij me. Als ik echt niet dood wil gaan, kunnen we dit fixen. We kunnen even in de tas kijken. Jezus, dit is onhandig. Oh, ik heb ook gewoon een antidote bij me. Wacht. Daar heb ik ze voor gevonden, ja toch? Net was ik nog helemaal boos dat ik dat ding vond. We zijn ook al level 8, joh. Dus dan hebben we de game bijna uitgespeeld, denk ik. Bijna. We zijn level 8. Wat moeten we nog meer? Ja, de rest van de game spelen. Ah ja, ah ja, ah ja. Dat ja, dat ja. Oké. Okay. Laten we even lekker doorlopen. Plof. Hartstikke mooi. Even lekker onze Pokémon healen in het Pokken Center. Fijn dat we in ieder geval op de terugweg niet zoveel hoeven te vechten. Al dat geweld. Misschien kan ik nu Pokéballs kopen, nu ik de Pokédex heb, dat ze daarom geen Pokéballs verkochten. Of is dit gewoon echt de meest crappy Pokémart in de hele game altijd? Jeetje. Echt, ik hoop dat je failliet gaat in de hel. Dit is niet klantvriendelijk.
3 producten. 3 matige producten. Volgende vraag. Terwijl je zo hard gehoopt dat het zonnetje de hele week zou schijnen, regent het al 3 dagen. Hoe reageer je? Ik zou persoonlijk een AK-47 pakken en gewoon de zon uit de lucht schieten. Fuck de zon, man. Hij doet helemaal niks voor je. Zon en shit. Je schiet. Antwoord A, begin altijd met je schiet. Heel erg in de stress. Oh. Dat is een andere vorm van schieten. Heb je vooral jezelf mee. Je zit heel erg in de stress. Dan kom je toch nooit bruin terug in Nederland? Ik snap niet dat mensen zo graag bruin willen worden op vakantie. Ik verbrand ook voornamelijk in de zon. Ik ben een beetje... Mijn mening telt niet helemaal. Oh, kijk, daar ben je een of andere boef waarschijnlijk. Je kreeg een Pokémon in het lab. Wat een verspilling. Dat is een Pokémon die te goed is voor een beginner zoals jij. Begrijp je niet wat ik zeg? Nou, ik heb goede Pokémon. Ik zal je laten zien wat ik begrijp. What do you mean? Poepede poepede poep. Oeh, oeh, oeh. Wie hebben we daar? Passerby Boy. Oei, oei, oei. Passerby Boy met zijn totendaal van level 5. Nou, Ron Beton. Laten we even een poep hier ruiken. Nee, maar echt. Sloop hem. Sloop hem in zijn graf. Nou, die totendaal gaan we waarschijnlijk al verslaan. Vooral als hij gewoon heel vaak leer blijft doen. Daar leert hij een hoop van. Maar hij gaat ook dood. Hij leert vooral gewoon mijn keiharde overwinning. Misschien nog twee tackletjes, misschien een critical hitje erop. Pats, boom, mega jam. Oké. Okay. Dit is, je doet het goed voor een zwakkeling. Je bent zelf zwak. Je hebt een fucking level 5 Totodile. Hoe kun je doen alsof je beter bent dan ik? Je hebt letterlijk ongeveer dezelfde zeldzaamheid aan Pokémon, maar dan zwakker. Wat ga je cool lopen doen, gast? Ik bedoel, je Totodile lijkt op een krokodil. Dat is best vet. Hap, hap met die krokobil, maar je kan ook te ver gaan. En dat is nu genade. Smeek om mijn genade. Woe, gaan we level up? Voelt goed, man. Voelt goed. Lekker. Fuck jou, passerby boy. Are you happy you won? Ja, in principe wel. Ik denk dat ik hier deze sappige aflevering ga beëindigen. Wil je weten wie ik ben? Ik word dus werelds grootste Pokémon trainer. Nou, rustig maar hoor, met je rode haar. Je rode lokken. Hier krijg je 20 pokeballs. Geef het terug, dat is mijn trainerkaart. Oh nee, je zag mijn naam. Hoe kom ik nou aan je trainerkaart? Wat? Makes sense. Hey, lieve kijkers, ik ga je bedanken voor kijken van deze aflevering. Volgende aflevering zijn we lekker terug. De game is niet gecrashed. Great succes. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Zie ik je de volgende aflevering terug bij een nieuwe aflevering van Pokémon Heart Gold. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!